Welkom. Leuk dat jullie kijken. Jaffa Late Night, de derde. Hopelijk nu wel met goed geluid. Dus mocht er iets zijn met het geluid, te hard of te zacht, we hebben nu een hengel, zoals je hier ziet. Dus als het goed is, is het nu beter. Applausje voor David, de geluidsman, die even hier... Normaal doen we dit eigenlijk nooit in een talkshow, maar vandaag wel. Jongens, ik ben super enthousiast. Dit is een te gekke tafel met te gekke verhalen. Ik heb ontzettend zin in het komende half uur. Ik ben zo enthousiast dat ik zin heb om de boel hier af te breken. Maar dat kan niet, want de eigenaar zit hier naast me. Dus die gaat dadelijk heel boos worden als ik dat ga doen. Zo dus dan ga ik gewoon de boel hier slapen. Over een half uurtje. Ja, wat gaan we doen? Fatima is mijn co-host vandaag. We hebben hier Gijs de Rooij. Dat is de eigenaar van het café waar we nu zijn. Nummer 1, hè? Jaapstraat nummer 1. Nou, tof verhaal. We gaan zo even uitgebreid met hem praten erover. Marco is zijn schoonzoon. Jij gaat het overnemen, hè, met een paar jaar. Volgend jaar. Oké, nou te gek. Het is wel snel. En wat gaan we nog meer doen? We hebben Ronald van Binnenlandse Zaken. Ja. En we hebben Bilen van Jachtman. Ja. Dus, het wordt gezellig, denk ik. Ja, ja. Te gek. Als jullie kunnen ook meepraten in de comments. En waarschijnlijk doen we er niks mee. Maar je kan het altijd gewoon proberen. Misschien dat we later nog even kijken. En ga gewoon volop reageren. Mijn eerste vraag was eigenlijk nog even van... Wat is precies je minister van Binnenlandse Zaken? Wat doet u dan allemaal? Mag ik u of je zeggen? Ja, wij zijn buurtbewoners, hè? Dus, ja, we zijn buren. Dus wat gaat het... Nou, je bent eigenlijk in de eerste plaats lid van een groep. Dus de ministersgroep met z'n allen. Ja, die bestuurt het land. Ja. En daarbinnen heb je dan portefeuille. Dus een binnenlands bestuur en koninkrijksrelaties. Dus dat is... de Cariben, weet je wel, aan de andere kant van de oceaan. Ah, ja. En ik doe de veiligheidsdienst nog een paar onderdelen. Ja. Ja. Ah, te gek. En dat allemaal hier in Amsterdam-Oost, dat kan niet gewoon. Ja. Wie is Bilal? Precies, voordat we beginnen met Gijs en Marco. Ja, Bilal, die, misschien kunnen de camera wel even... Jij bent eigenaar van? Ja, klopt. De supermarkt. Het is een familiebedrijf en daar gaan we zo meteen over vertellen. Ja, te gek, dat zit hier 5 panden verderop. En het grappige is dat jij eigenlijk nooit echt hier bij Gijs bent geweest, hè? Nee. 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 Maar ik ken de familie wel natuurlijk. Ja. Want ik ken ja, natuurlijk. Ik ken, ja, die mensen die zitten al zoveel jaar hier in de buurt. Geloof een fantastische mens. Maar ook de eerste in de buurt. Maar dan heb je Bilal ook gezien als klein jochie. Ja, dat moet wel. Maar ja, alles groeit natuurlijk. Hè. Nee, maar ik weet precies hoe het allemaal gegaan is hier zo. Nee, helemaal top. Het was vroeger een slagerij. Hè, een hele bekende slagerij in de Javestraat. En het is overgenomen door... En het had nog kannen en kraken, want de eigenaresse... Het was mevrouw Hofdijk, die wou toen de tijd geen buitenlandse mensen die daarin kwamen. Maar door jouw vader moest je toch toegeven om dit pand te verhuren aan jouw vader. Dus, en dat is heel veel jaartjes terug. En dat kan ik me als de dag van vandaag nog herinneren. 1989 was dat. We hebben naar meerdere winkels, toch? Ja, we hebben meerdere winkels. Maar, nou, goed, ze hier begonnen. Ik weet niet... Maar, waar jullie daarvoor zaten, dat weet ik niet. Wij zijn begonnen in Zaandam met het slachthuis in 1988. En daarna kwamen we hier. Ja. Dan gaan we straks, denk ik... Maar wij hoeven niks meer te doen. Maar ik denk dat we eerst moeten beginnen met Gijs en Marco, toch? Dat denk ik ook. Zullen we dat doen? Dat denk ik ook. Nou. Te gek. Gijs, hoe oud, Bilal, begreep ik, jij was 16 toen je de zaak, deze zaak ging runnen, toch? Wat je bedrijf zei? Nee, ja, ik was in de zomer, hadden we een tekort aan personeel. En toen moest ik in de zomer... Vakantiewerk. Was ik de manager van de zaak. Ja, ja, ja. Maar ik was al 9 toen ik hier al kwam natuurlijk. Ja. Ja, eerder zelfs. Want... Jij was ook heel jong, hè, toen je hier de zaak ging runnen. Eigenlijk te jong. Ja, mijn vader kwam te overlijden. Dat was in 1970. Toen was ik 17 jaar.
Ik zat nog op school. En wij hebben toen de tijd dispensatie gekregen, omdat ik mijn diploma voor cafébedrijf had ik al gehaald. En daardoor mochten we door, want toen de tijd was je 25, mocht je pas een horecabedrijf beginnen. En ik zat nog, ik heb nog gewerkt bij het Apollo Hotel en nog in hotels. En, maar ik was 22 jaar dat ik de zaak overnam van mijn zusters. Want ik had 4 zusters. Die zaten dan ook, want het waren erfgenamen natuurlijk. En dan nam ik het over. En vanaf die tijd ben ik zelfstandig geworden. Maar er moest aangevraagd worden aan de ministerie, aan de economische zaken. Dacht ik toen de tijd. Er kwamen een paar mensen hier kijken of ik wel geschikt was. Maar omdat ik opgroeide door de vaste klanten, kreeg ik daar dispensatie voor. Dus ik kreeg mijn voorlopige vergunning voor een horecabedrijf. Ik was de jongste kastelaar van Amsterdam. Leuk. Ja, echt waar. Te gek. En even voor de duidelijkheid, want hoe, jouw vader is eigenlijk Gijs de Rooij dit café begonnen? Ja. En wanneer was dit precies? Want... Dat was in 1947. Mijn vader was daarvoor had hij een cafébedrijf aan het einde van de Javastraat. Oké, voorbij het badhuis nog? Ja, bij de Zoemavenstraat. Daar was een café. Daar is mijn vader begonnen met mijn opa. Dat was in 1946? Dat was voor 1947. 1947, oké. Dat is in de oorlog, zeg maar. Ja. En in 1947 dit. Nee. Klopt het? Want we zitten hier naast de trein. Als je hoort hem nu voorbij komen, kun je wijzen die kant op? Ja. Nou, er rijdt nu... Dat loopt de tijd, dat hoor je niet meer. Nee, dat ben je zelf. Ja, we wonen ook naast hem. Nee, dat is helemaal niet klaar. Ja. En, want, klopt het dat dit vroeger een wachtkamer was voor een station? Het was een station koffiehuis. Een koffiehuis? Stations koffiehuis, want hier was een station. Er bestond de dijk nog niet. Want die was in 1938 is pas de begane grond. Kwam die dijk, ja. Die dijk gebouwd. Dat is in de crisisjaren is dat toen opgebouwd. Dus toen werd het een dijk. Maar normaal was het spoor liep gewoon over de... Ja, ik heb nog een foto uit de van, ik geloof 38, en toen werd net het station gebouwd. Ja, heel mooi. En de rest hebben we allemaal kaal. Ja. Wat te gek. En toen nam jij, dus hoe lang is het nu al in jouw bezit? Als je nou nagaat, ik ben in toen ik 22 was, ben ik begonnen als eigenaar eigenlijk, tot nu. Dus het is al ruim 40 jaar. En wat betekent deze plek voor jou, de ja. Ik zou niet anders doen. Het is gewoon ons, ik heb dat toen moeten kopen, het pand. En daar was ik het niet mee eens, maar ja, moest toen de tijd kopen. Waar ik nu nooit geen spaat van gekregen heb, dus het is allemaal. Want, dit vind ik nog wel, ja. Dat over het kopen toch? Ja. Want hoeveel heeft u voor het pand betaald? 275.000 gulden. Okay. Voor een dubbel pand, ja. Eigen grond. Okay. Was toen de tijd, in 80, was het een hele hoop geld. Ja, precies. Want toen kocht hij hier een pandje, zeg maar voor 40.000, 35.000 gulden. Kocht je heel pand. En ik moest 275.000. 275.000 gulden. Voor kosten twee panden, koper. 4 hoog. Ja. Ja. Nice. Eigen grond. Eigen grond, ja. Ja. Dat hebben wij ook. Ja, allemaal eigen grond. Is het hele pand van jullie, van beneden naar boven? Nee, de winkelpand is wel van ons, nog. Mm. En daarboven hebben we vorig jaar verkocht. Vorig jaar, oké. Okay. Dus maar wel een dikke winst voor mij. Ja, daarom. Hetzelfde bedragen die de meneer ook noemde. Ja. Het dubbele dan nog euro's. Ja. Het dubbele zijn dan euro's. Ja. Wat ik het mooie vind, want de buurt is natuurlijk heel erg veranderd. Het zijn van een jonge mensen, het is, maar je houdt hier toch ook de mensen die hier al heel lang zijn gekomen. Die sfeer blijft hier helemaal hangen. Ik kwam erbij, die zijn hier, komen hier langer. Als dat ik begonnen ben, ja. Bij mijn vader al, heb ik nog klanten. Ja. Maar dit blijft ook altijd zo staan. Ik wil niet hebben dat het verandert. Nee. Het moet een buurtgroep blijven. Ja, want heel Amsterdam, dat weet je zelf wel,
Het worden allemaal hamburgertenten en toe. Altijd de hele oude. Het, jammer, maar het gaat gebeuren. Je houdt geen buur? Nee. In deze staat. Ik heb het gepraat met de schoonzoon, wat wil je ermee? Nou, hij zegt laat het maar zo, want ik ben best veel geld in te verdienen. Ja, zo wel zo. Toch? Ja, leuk. Het is natuurlijk wel. Ik krijg natuurlijk de kans van Gijs. En ik stel het ook gewoon als doel, niet alleen naar hem toe. Maar het is natuurlijk ook best een uitdaging om die oude bruine cafés die sterven uit. Om dan toch lekker eigenwijs te zijn en proberen om dit gewoon in stand te houden. Weet je, ja, nogmaals, ook mede voor hem. Dit is echt zijn leven. Maar ik zie ook wel mogelijkheden dat het kan. Jat wordt echt nog wel gebruik van gemaakt. En zo langzamerhand zijn ook wat jonge mensen die zeggen van nou, leuker oud-Hollands spelletje, dobbelen of kaarten. In samenhang met de oude klanditie. Nou, ik had een aantal jaren geleden al voor ogen, toen lukte het niet. Maar het zit er nu wel een beetje aan te komen, dus het is wel leuk. Tenminste, als we hier altijd langskomen, hier buiten, dit hebben we natuurlijk een mooie plek. Het past nog wel. Het is best leuk. Ja. Ja, maar je merkt wel dat de nieuwe generatie, ja, die denken anders. En een groot deel staat er net anders in. In het verleden was het na je werk een borreltje doen. Een nieuwe generatie die ik hier zie komen wonen, die werken hard en die komen misschien s'avonds laat eventjes een borreltje doen. Of anders in het weekend, maar ja, dat verandert wel. Dat is wel. Zeg maar in de vaste klanditie, hè? Want Ronald die zei al van het leuke is dat hier heel veel mensen komen die, nou, wat jij al zei, die hier langer wonen dan jij doet. Maar wonen die hier eigenlijk nog? Of komen die van Purmerend, van... Ja, dat zijn de weekendmensen, die willen dan wel eens komen kijken en dan zeggen ze ja... In Purmerend is er niet beter als Purmerend. Zeg, dat lieg je. Want jullie willen allemaal, jullie zijn weggegaan voor je kinderen. He, want zo was het toen de tijd. Want de kinderen hadden meer mogelijkheden. Maar die was het ongeveer? Nou, dat is alweer toch wel 30 jaar terug hoor. Ja. Ja, toch? Ja, toch wel 30 jaar terug. Dus kwam Lelystad, toen kwam Almere. Purmerend. En die mensen gingen, want dat was niet beter, want ze hadden wat meer. Kinderen konden wat buiten spelen en het kon hier niet, zeiden ze. Die zijn eigenlijk een beetje gevlucht. Ja. Wij hebben het ook gedaan, hoor. Hè? Wij wonen in het centrum. Onze twee zonen zijn op de Leidsegracht geboren. Ja. Maar toen de oudste vier was en de school moest, er was geen school in de buurt. Je kon je auto niet kwijt. Het was veel toeristen bij de gekhuis. Zijn we ook inderdaad de stad uitgegaan. Heel klassiek. En nu ook heel klassiek naar de kinderen thuis uit zijn. We zitten wel godsnaam te doen. Dus nu zijn we hier in de buurt gekomen. Ja. Helemaal gelukkig. Want jullie zijn meteen naar Bussum gegaan. Precies, toch? Ja. Een beetje vanuit. Met sportvelden en scholen en dus allemaal. Ja. Maar nee, toen de kinderen thuis waren zaten, dachten we, ja, wat nou? Ja, ja. En nu is het heerlijk hier, want je hebt alles op loop afstand. Ja, ja. En ik kom Oost eigenlijk niet meer uit. Dus, zeg ook tegen mij van, er is niet beter als waar ik woon. Maar ze komen toch wel kijken hier. En dan denken ze, wat jongen, wat oude wets. Wat een bouwval en dingen. Ze, nee, dat zeggen we niet. Jullie zijn weggegaan om beter te worden. Om je voor je kinderen mag. Maar ik vind het niet leuk als de mensen zeggen van, ik zal hier nooit meer willen wonen. Maar dan liegen ze. Want er is niet gezelliger als deze buurt. Ja, ik ben ik echt. Ja, mooi. Ja, zijn we klaar. Ja. Nu het boel slopen. Ja, dat was het. Nog 10 minuutjes. Rustig. Volgens mij de volgorde gaat alle kanten op. Maar je zei inderdaad, van jullie zijn ook naar Bussum gegaan in de periode die Gijs omschreef. Waarom ben je teruggegaan? En waarom, want je woonde voorheen niet in Oost, je woonde in het centrum. Ik woonde in het centrum, ja. Waarom nu Oost? Ja, dat kwam eigenlijk. Uiteindelijk zag ik gewoon het huis aan waar we nu wonen. En toen dacht ik, wat een bijzonder plek. En toen zijn we in de buurt gaan kijken. En een heerlijk gevoel. En als je dan over de Dappermarkt loopt. En als je dan even hier door de Javastraat loopt. Weet je, jongens. En dat, ik heb het nog steeds, en we wonen een paar jaar en je wordt dan ook trots op je buurt. Dus als je bezoek krijgt, dan zeg je jongens, even voordat we in de tuin gaan zitten, even een rondje maken. Ja. Wordt je veel herkend? Ja, maar dat vind ik ook wel leuk in Amsterdam. Daar zijn mensen ook wel weer een beetje cool over. Okay. Dus we zijn wel bekend dat ze meer gezichten, u zei net, Job Cohen kwam hier vroeger. Er zijn een heleboel bekende mensen die hier dan komen en dan zeg je niet hé. Maar dan doet iedereen normaal. Ja. Dus dat is in Amsterdam wel rustig. Ja. Ja. Vaak heb jij er ook last van dat je het herkent hier, want
In Oost? Ja. Ja, nee, niet echt. Maar ik had ook niet echt een bekende, toch? Oké. Okay. Nou ja, ja, op een andere manier. Ik heb nog wel... Nee, maar ik wil wel weten, waar is zijn familie dan? Nou ja, jullie hadden Herenzaad, of ja, woonden je toen ook in Oost, of daarbuiten? Oh, in Weesp. Dus jullie bleven in Weesp wonen en werken hier in Amsterdam? Ja, nog steeds. Ja. Dus nu woon je ook in Weesp? Ja, ik zelf ben onlangs verhuisd naar Amsterdam. Okay. Maar ik ga wel weer terug naar Weesp, ooit. Nah. Ja. Mijn hele familie woont, hè? Amsterdam niet Weesp. Ja, mijn familie zit er. Oké. Okay. Dus... Ja, en daar zit ook... Ja. Oh ja, ik ken Weesp niet, dus... Ik ben een keer in Weesp geweest. Verkeerde afslag. Oh ja, Weesp-zaal. Bruiloft. Een keer meegemaakt. Dat. Ja, is dat van voor jullie? Zie je? Nee. Ja. Geen uit de stap. Ja, dat was de enige keer dat ik daar was. Eén keer. Wat vond je van de zaal? Mooi. Mooi. Ja, heel mooi. Ik ben even kwijt. Fatima, neem hem even over. Ja, beroep. Nou, zullen we gewoon weer verder gaan met Marco? Hadden we nog wat leuke vragen voor Gijs en Marco? Oh ja. Ja, ja, want dit is best wel een moment, hè, de overname. Want nou, meer dan 40 jaar, zeg jij, dat je hier de eigenaar bent. Ja, hoe lang is het precies, weet je dat al? Ja, gewoon 41 jaar, 42 jaar of ongeveer 40 jaar. 42 jaar. 42 jaar. En hoe is dat gegaan met Nou, als ik 65 ben, dan wil ik wel even een beetje wat minder doen. Tenminste, ik doe nou al wat minder, want dan heb ik de zaak al een beetje goed in de hand al. Maar dan wil ik eventjes wat doen. Dat moeten dan even. Want ik heb heel hard gewerkt, hoor. Wij moesten vroeger, moesten we 5,5 dag werken. Dat was dan van 's morgens tot 's nachts. Ik weet het niet, maar dat was het werk, hè, horeca. Want het was best wel zwaar. En weet je, je hebt er geen idee van wat ik allemaal meegemaakt heb aan klanten. Die kwam met verdriet binnen, die kwam zorgen over zijn kinderen. Die kwam, en je moest allemaal te woord staan, want je bent een sociaal werker, ben je, als kastelaan zijnde. Maar dat is nu veel minder geworden, want het publiek is veranderd. Je hebt niet meer die oude... Maar is het oké? Ja. Want je hebt natuurlijk de oude garde. En natuurlijk... ik heb leuke... De Jaapstraat verandert heel erg. Ik heb hele leuke dingen gemaakt. Okay. En, maar ook hele erge dingen. Dat je toch altijd wat mee. Privé nam je altijd wat mee. Als jij niet goed... dat je van je man af bent. Of die... Dat kwam allemaal te sprake in die kroeg. Was het nou, ik hoor nu wel van mensen die hier vroeger wonen, die zeiden, nou vroeger was het toch niet zo'n veilige straat of zo. Ik heb nu een rustig en een veilig gevoel. Heel vroeger was het hier, kon iedereen. Nee, begrijp wat ik bedoel, was het sociale, we konden ook iedereen. Maar ja, er is een tijd geweest, nou ja, dan moest je wel de deuren op slot gooien en dingen. Vroeger had je twee lopers. Een Engelse loper en een Amsterdamse loper. En iedereen kon bij iedereen binnen. Maar dat ken je helemaal niet meer. Maar dat is de tijd die er nu is. Ik denk ook als je er meer in zit dat je het anders ervaart. Ik ben op een gegeven moment op mijn 21ste mezelf gewoond in de Vrolijkstraat. Ja, dat is dan ook zo'n, zal ik zeggen, 30 jaar geleden. Ervaarde ik helemaal niet dat het dat was toch een negatieve straat toen die tijd was, werd belicht als meest... Niet vrolijk. Niet echt vrolijk, nee. Ja, als je dat niet echt naast je ervaart en je goede buren, dan sta je er anders in. Ik denk dat dat voor hier ook wel geldt. En zeker voor Gijs toen die tijd, als je echt iedereen kent, dan ervaar je dat ook niet zo als een buitenstaander die ernaar kijkt van hey, nou... Niet zo'n prettige straat. Ja. Maar ik vind ook wel dat er in deze straat echt geïnvesteerd is. Want je kunt het ook gewoon zien. Er zijn mooie dingen. Dat badhuis is mooi geworden. De bestrating is mooier. Dat, en ook de ondernemers. En ik denk ook door de gemeente. Wat zeg je? Wel eens eerder een biertje gedronken. Ja, zeker. Oké. Ja. En misschien kunnen we overgaan naar pronomen. Ja, ik heb... Iets leuks te vertellen. Poppen heel veel vragen de hele tijd. Ik wil vragen van, ja, je had het net over dat het is geïnvesteerd. Heeft dat ook een keerzijde, de verandering hier nu in de straat? Ja, dat zou ik flauw vinden om te zeggen. Want wij zijn zelf natuurlijk nu hier ook komen wonen een paar jaar geleden.
En dan kun je wel zeggen, ja, er komen allemaal andere mensen wonen. Ja, daar horen wij natuurlijk ook bij. En jij ook. En er zijn een heleboel mensen die zich aangetrokken voelen tot die sfeer hier. Ja, en dan verandert het natuurlijk wel een beetje. Maar goed, dat is ook de grote stad. Er komen alweer nieuwe mensen en dat hoort erbij. Dus, en ik vind, je moet ook niet idealiseren hoe het was. Dus er zijn ook veel dingen. Het is nu inderdaad met veel terrasjes en een beetje boutiques. Het wordt wat hipper natuurlijk. En juist dat vind ik een Oost mooi. Dat je houdt de mensen die al heel lang wonen, de mensen die nieuw zijn komen wonen. En die leven hier met elkaar. En is het belangrijk dan om kijk, Gijs is echt van als je hier komt, dat is echt buurt. Ons kent kastelein, ons. Kastelein, vind ik een mooi woord wat u net zegt, toch? De kastelein. Kastelein. Ja. Maar hoe behoud je dat in zo'n straat waar, net zoals jij en ik, heel veel nieuwe mensen komen wonen? Ja, je moet wel positief je tegenover zetten natuurlijk. Dat is de eerste plaats, hè. Je moet niet negatief zijn. Je moet proberen om de boel te promoten en mee te doen met alles. Maar nou heb ik aan jou een vraag. Jij hebt een jaar hier zo'n beetje, nog wel, hè, deze week in het laatste, een jaar hier vertoefd. Wat denk jij nou over de jaarbestaat? Laten we dat dan eens zeggen. Hier hadden we niet over gereden. Hoeveel tijd heb je geweest? We hebben geen tijd. Was het een mooi jaar? Nou, kijk, voor mij is het echt, zeg maar, waar het eerst een beetje een anonieme straat was. Ik kwam hier, ik was zelf heel druk, dus elke ochtend ging ik naar Hilversum om daar te werken, weet ik veel wat. Ken ik helemaal niemand. Maar nu ik hier een jaar lang, letterlijk hier, geen stap buiten zet, ervaar ik dat ons kent ons. Ik loop over de straat, hey, hoe is het, die en die. Zeg maar, dus dat is heel erg een pop. Ja, doordat ik dit doe. Maar als ik dit niet had gedaan, dan was dat niet geweest. Ja, en je ziet bij heel veel leeftijdsgenoten van mij, die zeggen ook wel van, ja, wat je doet is heel te gek. En dat zou ik ook wel willen. Maar ja, ik zou niet weten hoe en... Ja. En er moet geen tweede meer komen natuurlijk, want het hoeft helemaal niet. Want er zou iemand die daar wil verbeteren. Jij hebt het leuk gedaan, ik zie je nog binnenkomen. Zie je, van dag 1 zie ik je binnenkomen met je fietsie. En ik hoop dat ik het meemaak van de week. Dat je met dezelfde fiets en het eruit gaat. Wil je van hem maar? Ja, hij is helemaal gepimpt en zo. Een vriend van mij heeft er een nieuwe band onder gezet. Dus hij is helemaal ready to go out. Nee, maar ik ben, zeg maar, ik vind het echt een te gekke buurt. De diversiteit spreekt mij echt enorm aan. Ik heb echt heel veel verschillende de mensen ontmoet. En daar leer je heel veel van, zeg maar. Juist van die verschillen. Kijk, ik... Ik zit er zo middenin. Eigenlijk wat jij net zei over die Vrolijkstraat, zeg maar. Ik zit zo binnen het project dat ik soms wel ben vergeten wat ik 2 maanden geleden heb gedaan. Maar ik heb wel echt best wel wat nieuwe vrienden opgedaan. En ja, wat me altijd wel een beetje bij is gebleven, is toch wel een buurvrouw die er nu niet meer is. Die ziek was en uiteindelijk kwam te overlijden. En ik had echt in een hele korte tijd zijn we echt vrienden geworden. Veel met elkaar band opgebouwd. En daar heb je dan ook opeens de tijd voor. Normaal ben je toch druk. En nu had ik ook gewoon de tijd om een relatie op te bouwen met mensen. Ook met mensen die in de eerste instantie niet op mij lijken of een andere leeftijd hebben of iets. Dus ja, dat vond ik gewoon te gek. En dat maakt voor mij nu echt deze buurt gewoon echt als thuis. Zeg. En nu? Zwart gat? Ja, nu nog niet. Nu ben ik gewoon keihard aan het genieten. Ik ga er ook gewoon niet over nadenken. Ik ga gewoon genieten dat ik hier met jullie aan tafel zit. Aan deze campingtafel. En daarna zie ik dan alweer. Komt wel goed. Ik heb een leuk meisje, dus ik overleef het wel, denk ik. En Gijs op de hoek. En anders ga ik hier aan de bar zitten, toch? Dan weet ik het allemaal niet meer. Dan ga ik bij mijn... Als je gaat zelf weer een biertje. Precies. Ga ik bij de kastelein zitten. Die kamer er wel weer heen. Of Marco dan misschien wel. Kom met z'n drie binnen. Ja, volgende dag. Nee hoor, ik blijf wel. Marco, ik had aan jou nog gevraagd. Vind je het nou spannend om het over te nemen? Het is natuurlijk eigenlijk best wel vreemd. Het gaat zoals het gaat. Ik werk nu zeg maar een jaartje of 6 hier. We doen het nou een jaartje of 2 samen. Al die facetten die je nodig hebt om een totje te nemen. Ik heb 30 jaar bij de post gewerkt en dus voor mij is echt gewoon alles nieuw. Behalve aan de andere kant van de bar zitten, dat had ik wel al wat jaartjes onder de knie. Maar mij is gewoon door Gijs de tijd gegund om rustig aan alles op te pikken. Ik vaar het niet zoals heel spannend als dat straks overgedragen wordt aan mij.
En jouw achternaam, want op Facebook heet jij Marco de Roy. Maar je bent getrouwd met een dochter van Gijs. Heb je dan letterlijk haar achternaam aangenomen om de zaak af te nemen? Ik ben gewoon geselecteerd op mijn achternaam. Wat de dan erop houden. Wow. Gijs. Heet je nou echt gewoon... Nee, allebei. Ja, en er zit echt nog, er zit ook nog een hele geschiedenis aan. Mijn opa, die kwam, ja, Gijs en ik kennen elkaar ook al, nou, hoeveel jaar zal dat zijn? Misschien 35, of 40 jaar dat hij mij ook kent. Maar mijn opa, die kwam hier al vroeger het voetbalblaadje van TOG. Nee. Maar ook een drooi die dan hier een paar honderd meter verderop woonde. Dat is heel bijzonder. Ja, het is ook bijzonder. Ja, maar daar ben je natuurlijk wel blij mee, of niet? Nou, het maakt me niet van. Jans zou kunnen heten, hoor. Oké. Okay. Ja, Café Jansen, dat vind ik Nee, toch? Dat gaan we niet doen. Want uw dochter is nu echt wel. Die ken ik ook, want die werkt hier verderop. Toch? Ja. Ja, die hebben wel eens geknipt. Wel eens ook dat ze hier ook... Dus het is één kleine wereld. Ja. Hassan. Waar is Hassan? Waar is Hassan? Oh, je ziet hem. Hassan. We hebben kapper nodig. Oh. Ja, die ken ik wel. Ja. Ja. Hallo. Hoe is het? Dag Hassan. Ja, het is gewoon over hoe het is ontstaan hier zo. De Roy. En ja, nee, ze doen ook de Roy. En die een tijdje bij jou werkt. Dat kwam wel even op jou terecht. Ja. Hij is ook een paar jaar hier in de Javenstraat. Ja, hij is ook begonnen hier in de Javenstraat. Hij zit toch nu om de hoek? Ja, ja. Zijn maatregelen. Ja. Ik was een keer één keer bij mij geweest. Ja. En we hebben ook klein kappercase. Dus. Zegt u? Kappercase? Ja. Ja. Die kent hij niet. Ik ken geen andere kappercase. Dat wil ik ook niet kennen. Ik zeg altijd, wij zijn de goeiste. Ik wil eigenlijk ook iets weten van u. Ja. Wat is uw favoriete plekje hier in Jaakstraat? Waar gaat het vaak heen? Hij wil je graag Of heeft u plekjes, mag? Ik vind het slenteren toch het leukste van. Ja? Ja, gewoon rond hangen. Nee. En god, alle jullie bekende plekken, maar vanaf het badhuis en Woutersbroekbriet Bar en hier. Maar daartussenin zit ook van alles. Ja. En ik vind ook wel, als ik inderdaad bezoek heb, ook mensen trouwens uit de politiek en de MC, zeg ik nu even, dan hebben we van die rondjes, je hebt een paar van die rondjes en dit stukje zit natuurlijk altijd in. Ja, dus altijd vindt iedereen het leuk. Ik was hier achter het badhuis, heb je de dode herdenking in Oost. Ja. Best wel kleinschalig, enorm leuk. Seramplein, heel divers ook, overdenking, superleuk. Daar had ik u ook al een keer eerder gezien. Is het ook dat u het leuk vindt om actief te zijn in een buurt? Vindt u dat belangrijk? Ja, we zijn ook... kijk, wij zitten een beetje op de grens van de buurt. We zitten op het plein, het zit op de hoek van Tuinwijk. En Tuinwijk heeft een hele actieve buurtvereniging. Dus daar zijn we ook lid van. En dan doen we af en toe een buurtbarbecue. En ook was het bij ons toen we er net kwamen wonen, bij ons uitgenodigd. Mijn vrouw zit er in de groencommissie en zo. Dus ja, weet je, als je er dan komt wonen, dan moet je ook wel... all the way gaan, want dan moet het thuis zijn. Dus dan, maar wij zitten een beetje tussen de buurt in, hè. Tussen de Indische buurt, de Dapper buurt en Tuinwijk. Je woont hier mooi. Je woont in principe stil, ja. Die treinen, maar die hoor je niet meer. Want dat is mijn ervaring, wij horen het allemaal niet. Dit hoor je meer, die bommetjes blijft een beetje rotgeluid. Nee. En wil je dan in de toekomst wat meer gaan doen in deze buurt? Als je bijvoorbeeld je eigen loopbaan zo goed is afloopt? Ik ben al heel graag thuis, heeft gezegd. Deze zomer, heel verhaal, maar de mensen die in het kabinet veiligheid doen, daar moet er altijd één van hier zijn. Dus van de 4 weken zomervakantie moest ik er 2 in het land zijn. Maar dan ga ik niet in een huisje in Drenthe zitten of zo. Dat vind ik eigenlijk gewoon lekker hier. Ja. En dan is het van alles. Dus, eigenlijk, want ik begreep inderdaad dat uw loopbaan dat er wel aan zit te komen dat het binnenkort ophoudt. Ja. Maar eigenlijk bent u dus al heel vaak hier. Ja. Oh, dat is gek hoor. Ja. Ja.
onze zonen wonen in Amsterdam. Dat hebben we niet op gepland, maar dat komt dan zo uit. Dus vanmiddag was de ene er even en dan vanavond de andere. Dus we zijn vanaf 505, dat is ook heel erg leuk, de Molukke straat. En, hoeveel macht, en hoeveel macht heeft u nou in deze straat? Kunt u zeggen als u iets niet bevalt? Nee, macht niet. Nee, maar je moet even naar binnen al. Is dat nog... Nee, de kastelein en de ondernemer, die bepalen het hier. Nee, inderdaad niet altijd. Nou, jullie maken het hier toch? We zijn toch al aan deels. Ja. Mijn broertje, ja, die zit hier. Allemaal goed. We hebben een heerlijke buurt. Afkloppen, we hebben... Ja, maar het grootste probleem is hier parkeren, maar voor de rest hebben we een hele leuke buurt. Ja, het parkeren is echt een drama inderdaad. Ja. Ze schrijven die boete heel snel uit. Ja, dat blijft. Ze zijn echt heel snel. Ja. Misschien kunt u daar wat aan veranderen. Ja. Jij vraagt, wat zei je? Ja, of hij ze zelf ook vaak heeft gehad, boetes. Ik hoorde net iets met boetes. Of is het buiten gehad? Niet? Oh ja, tuurlijk. Maar hij heeft ook dat hele pand laatst verkocht, hè? Dus ja, dat boeit hem ook helemaal. Nou, maar auto's zijn natuurlijk ook minder een ding. Maar jij hebt waarschijnlijk geen auto. Nee. Maar mijn zoon hebben ook geen auto. Vroeger toen ik 18 werd, het eerste wat je deed was auto kopen. Ja. Toch? En nu, ja, in Amsterdam zijn we gek zijn, want waar moet je ermee naartoe? Ja, dat begint Amsterdam ook een beetje bekend om te worden, hè, wereldwijd. Ja. De fietsen, ja. Je mag straks in het centrum niet meer. Nee, ze hebben het al heel veel veranderd. Vinden jullie dat... Nee, maar dan kijk je in de Javastraat, je struikelt over de fiets. Ja. Het is verschrikkelijk. Ja, het is geen... Ben je gewoon een oude Nee, maar het is wel... Af en toe is het wel een beetje te gek. Ik moet ook zeggen, ik vind het ook niet goed. Ik vind het wel goed dat ze die fiets af en toe ruimen. Maar dat geeft ook niet. Er zijn er fietsen bij die al een jaar bij de lekker band staan. Ja, reclamefietsen. Maar dat is waar. Dat kan ook echt vervelend zijn, want je kan anders je fiets nergens kwijt. Dan heb je zo'n lekker bandfiets. Ja, sorry. Ja, ik ben er wel mee eens. Ik ben het zeker oneens. De parkeerplaats hebben ze ook heel erg veranderd, hè? Ja. Dat was het schuin, toch? We hebben een poll. We hebben een poll voor alle kijkers die nu kijken de mensen. Ja, 39. Hallo. Hallo allemaal. Poll, vinden jullie het belangrijk dat fietsen, dat de straat fietsen schoon moet blijven of? Ja. Niet helemaal. Iemand die hier woont, die moet zijn fiets kunnen parkeren. Precies. Op een nette manier, maar niet. Hij fiets kopen en de andere fiets laten staan. Laten verroesten. Dat is die fietsen die niet. Dat ken toch niet. Maar soms. Ja, ik wil nog voordat we de tent hier afbreken. Ik ga de tent weer afbreken. Ja? Ik wil nog één ding kwijt over. Want hier binnenkort, ik ga binnenkort de straat uit. Maar 8 september staat er op de plek waar nu die campingtafel staat. Staat hier een soort van fietsspinner. Oh ja. En dan gaat hij 48 uur lang. Gaat er gefietst worden voor het goede doel Kika hier, ja, toch? Leuk. Gewoon van vrijdag 6 uur tot en met zondag 6 uur. Klopt dat, Marco? Ja, we hebben gelukkig toestemming gekregen van de gemeente om 48 uur open te zijn. Mooi. En dus als doel hebben we gesteld om echt die fiets 48 uur draaiende te houden. En dan voor Kika, ja, super. Om voor Kika zoveel mogelijk geld in te zamelen. En Mark die... Die helpt ons daar heel erg mee. En dan komt er een soort van rooster. Rooster met mensen. Die, en daaromheen willen we dus ook zoveel mogelijk evenementen gaan organiseren. En ook de andere winkeliers erbij betrekken om ook iets te doen in die zin. Een beetje aandacht voor hun winkel. En dan ook gewoon dat uitdragen naar klanten. Om als doel te hebben zoveel mogelijk centen voor Kika in te zamelen. Dus zeg maar voor een bepaald bedrag. Dus Fatima die geeft dan 15 euro, dan kan ze u fietsen. Dan betaal ik 15 euro, neem ik het over. Ja. En dan gaat Ronald, die neemt dat stokje weer over. Je moet zijn hele familie een beetje bijhalen. Ik wil sponsoren. Ja, gaan we doen. We gaan ook een veiling houden. We kunnen nog wel wat dingetjes gebruiken, geloof ik, hè, voor de veiling. En dan willen we dan een shirtje en dan komen we klompen en een gratis een knipbeurt waar je dan ook kan bieden. Sorry, er komt even wat sluikreclame tussendoor. De Zeeman. Zeeman, dank je.
Dus dit jaar. Dit heb ik besteld. We worden ja, hij staat erop hoor. Hij staat erop, Zeeman. Ja. Top. Nou, heel enthousiast. Albert Heijn, die op de Wisselaar kwam, die verzorgt een ontbijt voor ons. En, we zijn heel enthousiast. Tof. Smaak weekend te worden. En waar kunnen ze dit vinden? Wij hebben 84 hours Facebook-pagina. Een Facebookpagina, 84 hours voor Kika. Ja, okay. Bilal. Vertel, jullie zijn de eerste, begrijp ik het goed, de eerste islamitische slager slash groentezaak hier in de Jaarstraat. Ja, klopt. In 1989. Ja, niet ik hoor. Toen was ik nog heel jong. Heb jij een beetje met je vader gepraat van hoe reageerde de straat daar toen op? Want ja, Gijs vertelde er net al een beetje over. Ja. Vonden ze allemaal maar een beetje raar. Vonden ze allemaal een beetje eng. Raar, eng. Ja, eng. Omdat de mensen die zeiden, waren dat niet hoor. Maar ging gauw, was het veranderd hoor. Waar ze dus wel goedkopere groenten konden halen en dingen konden halen. Maar toen werden de mensen een beetje wijzer natuurlijk. Een bakkerij zit ook hier verderop, in de Javastraat. Ja. Een slachthuis zit in Zaandam. En de partycenter waar zij ook in is geweest en bezig. Voor bruiloften en evenementen of bijeenkomsten. Dat is van een oom van ons. Okay, ja, zie je? Ja, zo'n man. Ja. Hele familie is bezig. Ja. Ja, ik heb zelf een administratie accountskantoor. Daarvanuit regel ik alle financiële dingen voor ons. En voor de andere ondernemers. Dus jij komt niet meer in de zaken? Nee. Ja, je ziet me ook niet elke dag hier. Hè? Af en toe zie je me langslopen. Ja, af en toe dan komt hij even iedereen gedag zeggen. En je kent wel veel mensen, hè? Ja, uiteraard. Natuurlijk. Hey, vanaf jongs af aan loop jij al in al die zaken. Jij was 16 jaar toen jij hier echt bedrijfsleider werd, hè? Ja, klopt. Ja, dat was een korte periode was dat, in de zomervakantie. Ja. Tekort aan personeel en er moet altijd wel een familielid in de winkel zijn. Ja. En toen was er nog geen familielid van ons die hier aanwezig kon zijn. Dus mijn vader bracht me dan in de ochtend hier. En hij zei, ik haal je om 6 uur op. En, toen was ik 16. En op een gegeven moment, toen was het nog heel nieuw, wat Gijs zei. Maar op een gegeven moment toen veranderde heel de straat, dan werd het echt de komkommerstraat genoemd. Ja, dat was, veel concurrentie. Concurrentie. Was het een moeilijke periode voor jullie? Nee, voor ons niet. Ja, het werd wel moeilijker, maar wij hebben natuurlijk ook nog andere winkels in Amsterdam. En waardoor wij gewoon de kosten makkelijk konden dekken. Of niet? Toen het komkommertijd of de periode was aangebroken, gingen jullie iets anders? Een ander soort concept erbij of iets? Met groenten en fruit en levensmiddelen moet je wel omlaag met de prijs concurreren. Alleen het vlees hebben we nooit omlaag gehad qua prijs, omdat het ons eigen vlees is. Maar daar heb je ook een eigen doelgroep, want het is een moslimgemeenschap. Precies, ja. Maar welk deel, waar richt je nou op? Want je hebt neem ik aan voor groenten en zo, heb je ook gewoon alle bewoners. Nee, wij richten ons niet specifiek op een doelgroep, maar gewoon eigenlijk gewoon iedereen. Maar alleen voor het halal gedeelte natuurlijk wel voor de moslims, voornamelijk. Ja, dat was eigenlijk destijds zo, maar nu zien we echt van alles, ook gewoon Nederlanders die bij ons boodschappen komen doen. Echt van alles. We hebben veel Nederlanders. Ja, heel veel. Heel veel Nederlanders. Ja. En wat hebben jullie daar? Want je zegt, er komen heel veel witte mensen nu ook binnen, Nederlanders. Ja. Maar hoe hebben jullie er dan een speciaal tactiek voor bedacht? Of is het gewoon omdat de straat verandert, lopen er veel meer gewoon ook hier binnen, zeg maar? En eigenlijk is het concept nog steeds hetzelfde, ook nu zeg maar, nu de straat heel erg is gaan veranderen. Ja. Dus de komkommertijd is eigenlijk al voorbij, nu heb je heel veel andere nieuwe zaken en het is meer kleurrijk denk ik. Ik weet niet, ik kom zelf niet uit de straat, maar ik heb het idee dat er veel meer kleur is. En kleur gewoon dat er echt heel veel nationaliteiten zijn en nog steeds zijn jullie eigenlijk gewoon hetzelfde. Ja, dus we hebben al onlangs 30 jaar lang, toch? Nee, 29 jaar nu. Ja, dat is mooi.
We blijven hier hoor. Hey, we gaan hier weg. Je blijft bouwen. We gaan hier weg. Maar ik vind dat wel iets krachtigs hebben, omdat het, jullie zijn 29 jaar lang werken jullie met één concept en het werkt nog steeds. Ja. Snap je? Dus dat is wel mooi. Dat is wel iets krachtigs. Ja, wij hebben onze vaste klanten. Ja. 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 Familiebedrijven zal de kosten waarschijnlijk toch een beetje drukken, want je weet gewoon van elkaar wie je hebt en wie je bent. En, en als er wat stuk gaat bijvoorbeeld, ja, we hebben genoeg technische mensen in de familie. Ja. Iemand kan de cv doen, iemand kan van alles. Dan hoef je niet een extern bedrijf in te schakelen. Maar het scheelt wel als je elke keer een loodgieter moet betalen. Als het scherm scheef hangt, dan gaat hij dit ook aan. En dan zit hij weer daar. Dat is altijd bezig. Ja, klopt. En is dat nooit lastig, zeg maar, familie en die zaak allemaal? Ja, dat geldt eigenlijk ook voor jullie. Jullie zijn allebei een beetje familiezaken. Mooi voorbeeld zit tegenover mij. Maar gaat dat... Dat is een vraag aan jullie beiden. Familie, sociaal contact. Of, nou ja, je hebt zakelijk, maar je hebt ook privé. Hè? Hoe ging dat dan? Gaat natuurlijk wel eens fout, maar niet zo fout dat we uit elkaar moeten. Nee. Je hebt nog nooit iemand in elkaar geslagen? Nee, joh, gek. Nee. Ja, kijk, wij wonen ook allemaal in één straat. De hele familie. Ja, in Wees. Ja, in Wees. Dus, iedereen beheert zijn eigen winkel. En waar nodig steunen we elkaar. Ja. En in privé zijn we ook eigenlijk samen. We zijn iedere dag samen. En we hebben met alles samen te maken. Ja. Je ziet het wel heel weinig dat grote families bij elkaar blijven. Maar bij ons gelukkig gaat het nog steeds goed. Bij de Roy, gaan jullie wel eens over de rooien? Nee. Tegen elkaar? Nee, we voor een beetje. Wij maken de ogen zie. Nee. Gewoon duidelijke afspraken maken met elkaar. Denk het ook. Ik zeg wel eens wat. Hij zegt ook wat. Je zit elke dag op elkaar slip. En ik heb wel een wrijving, maar. Dus je hebt maar aan één kant ruzie. Iemand wat zegt, ik ruzie. Ja, maar daarom. Het probleem hadden we ook in Zaandam. De buren daar vonden ons ook eng. Dan ging mijn vader samen met zijn broer en zus ging echt langs alle ondernemers met een bloem. Van mogen wij alsjeblieft open? En het ging echt op die manier. En dan zeiden ze van, oké, prima, voor proef 6 maanden tijd, snap je? En na 6 maanden ging mijn oom en mijn vader weer terug van, hoe hebben jullie het ervaren de afgelopen 6 maanden? Oh, we hebben niks gemerkt, zijn jullie al begonnen? Mooi. Kregen we de vraag. Heftig. Ja, we zijn al begonnen. Ja, prima, ga maar door. Nog één keer, waarschijnlijk net ook een vraag. Maar wat vinden ze dan eng? Gewoon puur nieuwe cultuur? Destijds hadden we ook natuurlijk een slachthuis. Ja, het is wel een industrieterrein. Maar jullie praten alleen Nederlands of niet? Nederlands en gewoon Berbers, Marokkaans. Maar dat scheelt natuurlijk ook. Want als ze natuurlijk in die buurt mensen zijn en je verstaat niet wat ze tegen elkaar zeggen, dat kan me hoog voor zijn. Mensen dan even denken van. Als je in de winkel komt als Nederlanders zijn, word je netjes behandeld in Nederlands. Nee, dat ben ik. Word je niet behandeld als. Daar wordt Nederlands gesproken. Ik merk hier bij de kappers gesproken. Anasser zit daar onder het spoor. Wie is dat? Anasser, dat is. Je kent Hassan niet, denk ik. Je kent Hassan niet. Dat is een Marokkaanse kapper. En je merkt, mensen praten onderling dan, denk ik, Berbers. Maar als ik binnenkom, dan switcht iedereen gewoon naar Nederlands. Dat vind ik heel beleefd. Heel normaal, vind ik ook normaal. Maar je merkt het wel. Dus dat mensen daar bewust mee omgaan, van anders is het naar de. Dat ook zo, maar wij hebben hier een apotheek in de Sumaterstraat. Nou, wat denk ik, maar Arabisch gesproken wordt. Ik geloof niet eens. En het duurt ook veel langer. Want die mensen willen ook veel langer uitleg hebben over de medicijnen. Wij zijn zo klaar, we inpakken en wegwezen. Maar wij denken, het geld, als we hun het tuin gaan leggen, dan moet je daarvoor betalen. Maar dat hebben we nog niet door. Dat mag geknipt, hè? Biel, heb jij kids? Nee. Nee? Ik ben ook vrijgezel. Oké, dus gelijk ook, hè? Even meteen 39 mensen kijken. 39 mensen kijken, misschien zit er wel een hand erop. Hoi. Bos krijgt een druk weer. Ik ga druk krijgen. Nou, ik wil nog wel een feitje vertellen. Fatima die was net over de vloer om dit een beetje voor te bereiden. En ze had nog nooit van Under Pressure gehoord van Queen en David Bowie. Dat vond ik wel, en toen dacht ik, ik voelde me zo gezegend dat ik dan degene mocht zijn die haar dat nummer mocht laten horen. Oké. Okay. Wat vond je ervan? Nou, bij deze. Ik vond het tof. Ik was, ik vond het tof, ik vond het leuk, een mooi nummer. Ik kende hem al, ongeveer.
En alleen het beginstukje. Van de film. En dan had ik eigenlijk ook nog een vraag aan Ronald. Ronald, wat vind je van onze hoeden? Ja, dit ja. Want dit hebben we speciaal voor jou gedaan. Echt waar? Ja. Ja, ze vertelde mij dus voordat we begonnen dat jij normaal een hoed draagt. Ja, ik heb een hoed op. Ik dacht dat we dit hadden afgesproken. Dat was een beetje bed tegenvallen. Maar, ja? Nee, dat staat je goed. Houd het vast. Maar mag dat? Ja. Het hoofddoek mag ook niet. Hoe lang zijn we bezig, Sophie? Hoofddoek. 40 minuten? Oh jongens, we zijn al veel te lang. We gaan... zijn we uit de lucht? Zullen we onze gasten even bedanken en dan afsluiten? Biral? Ja. Onwijs bedankt dat je even langs zou komen. En, ik vond het leuk om te doen en gezellig. Ja, te gek. Ja. En nou, misschien dat jullie nu even wat vaker een high five geven als jullie langs elkaar lopen. Ja. Ronald, onwijs bedankt. Veel plezier in Oost. En als je een keer weer hier slentert in de buurt, dan geef ik je een box. Ja. Te gek. Ja, dat komt op Dumpert. Fatima, yes, dankjewel. Hoe vond je het? Anytime. Ja, leuk natuurlijk, tof. Maar dat weet je wel toch? En het is dat ik het altijd tof vind wat je doet allemaal voor deze... Voor de duidelijkheid, ik weet niet of ik dit gezegd heb, maar ik ken Fatima dus van de soepmaaltijd. Ja. Ik heb dus elke maand heb ik hier een soepmaaltijd gedaan in de straat. En zij kan er ook stevigst elke keer en zo zijn een beetje maatjes geworden. Ik leren kennen. Ja. Dus, toen was het dik aan. Ja. Ja. Dus te gek. Ja. Marco? Ik ga je ook even bedanken. Ja. Jullie ook bedankt. Succes hè? Met jullie ook heel veel succes met jullie volgende straat. Ja. Geniet nog even van je oude dag. En je blijft wel in de Javastraat toch gewoon? Ik ga hier word ik uitgedragen. Okay. Net zoals mijn vader, ik word hier uitgedragen. Maar is de vraag wat ik jou eigenlijk wil stellen. Blijf je ook hier in de Javastraat? Tuurlijk. Zeg, nou, ik heb in dit jaar ben ik zo lang. Ik moet hier weg. Nee. Absoluut. Ik blijf hier stevast zitten. Kijk, even, mijn vriendin had het nog over bergen. Een tijdje terug om daar naartoe te gaan, maar dat heb ik er toch wel uit weten te praten. Dus we blijven nu lekker in Amsterdam-Oost. Oké. Ja, als je maar in Amsterdam blijft, maakt het verder. Zullen we nog even applaus... moeten we nog vragen, man, of zo? Nee, zullen we nog gewoon niet doen? Nee. Dat gaan we achteraf doen. Onwijs bedankt voor het kijken. En wat doen we nu? Gaan we zwaaien of zo? Ja, gewoon even. En dan gaat Sophie zo naar de Jaffa Late Night en dan stopt ze de livestream. Ja. Bedankt voor het kijken.